Hier heb ik het brein. Je herkent het wel, hè. En dat kan je ook uit elkaar halen natuurlijk. En dit is de, rechter, in de helft. en nu kijk je naar de binnenkant. Waarom laat ik u dit nou zien? Omdat nou tot nu toe uit de studies voorzichtig, super voorzichtig, de conclusie getrokken zou kunnen worden. Laat ik zeggen, het gaat in die richting, het gaat een beetje in die richting, dat bijvoorbeeld mensen met een vaatdementie, dus vasculaire dementie, u weet, die vaten die pakken met name de witte stof aan, de banen. En als die banen aangedaan raken, dan kunnen ze niet meer goed communiceren tussen verschillende gebieden. Dat is natuurlijk de functie van die baan, is dat je kunt communiceren tussen de hersengebieden. Nou, een van die gebieden ligt hier, dat is de thalamus, met dat kleine witte puntje in het midden. En de thalamus, u weet, daar gaat alles vanuit je lichaam doorheen. Overigens ook wat je hoort en ziet, gaat er ook langs. Maar ook alles wat je uit je lichaam voelt. Hij speelt een grote rol bij de zeg maar, verwerking en doorsturen, maar niet alleen doorsturen, ook verwerken van pijn. Maar blijkt dat als ergens in die banen rondom de tanemus of als er in de tanemus schade ontstaat, maar ook juist die banen die naartoe gaan, als die beschadigd raken, dan ontstaat er een centraal neuropathische pijn. En die centraal neuropathische pijn, als u nou mij zou vragen, wat denk jij nou als de meest niet nog erkende vorm van pijn bij mensen met een dementie, dan zou ik zeggen, absoluut zeggen centraal neuropathische pijn. Dus de pijn die voortkomt uit het centraal zenuwstelsel. En dan kan iemand wel aangeven, ik heb pijn in mijn arm of in mijn been. Je onderzoekt die arm en die been, je vindt niks. Want daar zit het euvel in principe niet. Sterker nog, heel veel van mensen van de verzorging zeggen vaak, hoe kan dat? Die meneer met dat CVA, met dat infarct in zijn hersenen of bloeding, voor dat CVA had die man helemaal geen pijn. Nu na dat CVA blijkt dat hij het uitgilt, bij wijze van spreken, als je hem maar even aanraakt. Dat is het teken. Dat is een teken van dat centraal neuropathische pijnverhaal, omdat die lichte aanraking door die talemus in feite al helemaal niet meer goed vertaald wordt. En het zo'n trigger is om die pijn te laten ontstaan. Nou, u, u voelt wel aan, dat hoop ik een beetje. Hoe boeiend is dat om daar meer kennis van te krijgen, meer inzicht in te krijgen? Omdat boeiend, omdat het klinisch relevant is. betekent dat hoe meer kennis we hebben, hoe beter wij kunnen zorgen. ...voor die mensen met dementie die misschien zich moeilijk kunnen uiten... Eh, ...en waar je juist moet gaan kijken naar die mensen. Want hoe kan zo'n centraal neuropathische pijn zich uiten? Door te kijken. Door te observeren. Wat zou je kunnen zien? Twee dingen zou ik eruit kunnen halen even voor nu. Twee dingen. Eén, als u dus die patiënt maar even aanraakt... ...en er ontstaat al een trigger voor pijn... ...wat denkt u? Zal die patiënt veel of weinig gaan lopen? Veel of weinig gaan bewegen? Ik denk dat zo iemand zou heel stil kunnen blijven zitten. Namelijk uit angst dat zo hou je iets beweegt... Hè, dan raak je ook wat aan. Hè. De kleding begint te, te drukken of je, je geeft druk op je voetzolen of iets dergelijks. Dus dat zou allemaal een trigger kunnen zijn. Dus een uiting van centraal neuropathische pijn zou kunnen zijn... apathie. Geen activiteit. Inactiviteit. Hoeveel mensen denkt u zullen de wereldwijd denken als je iemand met een dementie ziet zitten... Die helemaal apathisch is, ja, die apathie, dat is een onderdeel van de dementie. Die denkt eraan, dat zou ook wel een centraal neuropathische pijn kunnen zijn. Kijk, dat is nou precies waar wij naartoe willen. Die bewustwording van wat zie ik en wat is mijn conclusie. De andere kant kan ook zijn, dat weet u misschien, dat als je bepaalde delen van je hersenen activeert, dat je daarmee wat controle kunt krijgen op je pijn. Dus de andere kant kan zijn van het verhaal dat iemand juist gaat dwalen. Dan hoeft u niet te denken aan centraal neuropathische pijn meteen, maar wel aan pijn. En door het dwalen activeer je weer hele stukken van je schors, die misschien weer wat controle krijgen op die pijn. Kortom, als we het dwanend gedrag zien, zou je ook kunnen denken: ja, dat kennen we wel, want dat is de onrust die hoort bij de dementie. Maar u zou ook kunnen denken: hebben wij alles wel goed uitgezocht, fysiek gezien, bij deze patiënt? Bij deze bewoner. Mooi hè? Mooi in de zin. Superspannend om daar meer kennis van te krijgen. En als je meer kennis hebt, dat u denkt: pijn wordt gewoon een onderdeel van ons werk, per dag even kijken, is hier sprake jongens van pijn? Wij zien een verandering bij iemand die het niet meer zelf kan aangeven. Want dat is natuurlijk waar uw hart en mijn hart harder van klopt. Het feit dat je iets wil uh, onderzoeken bij mensen die het zelf moeilijk kunnen aangeven. Of die gedrag tonen, ik zeg het met alle respect, waarvan je denkt, ja, nou, daar had ik helemaal niet aan pijn gedacht. Daar gaat het nou nee, juist nee, om. Mensen die geagiteerd zijn, dat je denkt, ja, onrust, ach, agitatie kennen we, van dementie. Nee, kan ook pijn zijn.